Richard Cartman and you're listening to the Michael Barentz Show. The Michael Barentz Show. Ja, en dat liet ik net aan jullie die intro horen alvast. Even zelfs, opwarmertje. En John, jij zegt gewoon gelijk van, wie is dit? Ja, ik dacht de Smurf of zo. Ja, maar ja, dat is meer jouw tijd, toch? Ja, precies. Ja, precies. Hij heeft gewoon het hele tijdperk van South Park niet meegemaakt, hoor. Ja, ik heb het wel eens voorbij zien komen, maar ik heb er nooit echt naar zitten kijken, nee. Het is nog steeds op tv, hoor, John. Ja, dat is wel best, maar trek mij niet zo. Nou ja, South Park was altijd razend populair, omdat hun binnen een paar dagen konden hun een aflevering maken. Dus ze konden best wel inspelen op de actualiteiten. Ja, en ze hebben ook een aantal zaken ook voorspeld. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord inderdaad. Ja, maar serieus. Ja. Iets met Michael Jackson kan ik me herinneren, maar ik weet het niet. Dat is meer jouw pakje. Hoe was jullie vaderdag? Nou ja, zoals het hoort te zijn, hè. Ontbijt op bed. Oh, echt? Cadeautjes. Ja, ja. Zelfgemaakte tekening. Ja. En als ik nu in mijn vingers knip, word je wakker. Oh nee, bij jou is het dus niet zo gegaan. Hoe bij mij is gegaan, ja. Zo te horen, geen ontbijt op bed. Waar zal ik beginnen? Nee, geen ontbijt op bed. Heb je al iets gekregen? Of, Ik heb zeker wat gekregen. Maar waar was ik gebleven? Geen ontbijt op bed, in ieder geval. Ik werd wakker gemaakt en toen... Of je even ontbijt wilde maken? Zei mijn vriendin, ik ga met Sam naar Utrecht... omdat daar mijn schoonmoeder de nacht van een vluchteling had gelopen. Ja. Dus ze had 40 kilometer gelopen voor het goede doel. Oh, netjes. Om haar eigenlijk binnen te halen. Ja. Dus ik werd uitgeslapen wakker. Laat ik daarop houden. Ook een cadeautje. Dat is misschien wel een kostbaarder cadeautje. Ja, zeker. Maar ik hoor dat ook wel enige vorm van, wat zou ik zeggen, verontwaardiging. Maar daarna is het allemaal helemaal goed gemaakt. Oh, daarna is het goed gemaakt. Ja. Okay. We hebben een leuke gezinsfoto. We zijn leuk naar de kinderboerderij gegaan. Je hebt een leuke gezinsfoto. Ja. Die heb ik ook voorbij zien komen trouwens, ja. Ja, die heb je voorbij zien komen. Heb je hem ook geleid? Ja, die is viral gegaan. Ik heb hem geleid, ja. Ja, die is viral gegaan, zeker. Zo goed. Ja. En hoe was die van jou, John? Ja, prima. Ik heb ook cadeautjes gekregen. Geen ontbijt op bed, helaas. En wat voor cadeautjes? Een paar sokken of? Nee. Ook een zelfgemaakt kunstwerk van mijn oudste zoon. Oh, kijk. Een mok met een foto van hun. Wat heb ik nog meer gekregen? Ja, want jij loopt wel regelmatig te mokken. Ja, precies, daarom. Ja. Ik heb trouwens ook een tekening gehad, hè? Nog even goed af te sluiten. Ja, dat betekent, jij hebt alweer een appje binnen, dus. Dat klopt bij hem een beetje als klagen met John, hè? Ja, dat, nee, ik klaag zeker niet. Jongens, ik wil even met jullie hebben over het volgende. Want vandaag op de radio kreeg ik een bericht door... dat de klimaatactivisten van Extinction Rebellion gaan weer staken. Staken? Ja. Werken ze dan? Nee. Ja, ik denk het. Demonstreren, staken. Maar ze gaan eerst nog even op vakantie met z'n allen. Ja. Waarschijnlijk met het vliegtuig ergens naartoe. Ja. Want het is pas vanaf 9 september gaan ze blokkeren. Maar deze keer is het zo dat als ze worden weggestuurd... dan komen ze gewoon de volgende dag weer terug. Ja, omdat ze toch geen straf krijgen. Nee, en niet hoeven te werken blijkbaar dus. Nee. Maar toen ik dat hoorde, ik werd er helemaal gewoon naar van. Ja? Ja, ik word zo doodmoe van die mensen. Maar ze krijgen hun gelijk niet, dus gaan ze maar burgers lastigvallen. En dat doen ze nu niet voor de eerste keer of voor de tweede keer. Dit is voor mij nu al het 4e of 5e keer dat ze die A12 gaan bestormen... en grappig doen en in een bikini rond gaan lopen en weet ik het allemaal. Nou, ze hebben gewoon scheid aan de bevolking van Den Haag, mij vraagt. Ja, want ze gaan het dus in het weekend doen. Nou ja, jij denkt dat de politici in het weekend dan in Den Haag op de A12 rijden of zo? Ja. En daarbij, ze kunnen toch ook gewoon gaan demonstreren op het Malieveld. Kijk, dat ze überhaupt willen demonstreren, dat mag. Hè. Ik bedoel, ze kunnen ja, vinden ze wat ze vinden willen. Op, ja. En daar kun je van alles van vinden, wel of niet, dat je het ermee eens bent. Maar houd je gewoon aan de regels en ga gewoon op het Malieveld staan. Michael Barentz Show, klagen met John. Ja, dan ga ik ook even klagen. Ja, ik denk als we dan toch bezig zijn... Ja, ga ik ook papegaaien? Ga je lekker papegaaien? Ja, ik wel. Ja, okay. Maar ik heb er een eigen item voor. Hè. Dus, ja. Als je nu maar niet over de extension... Oh, dat wil ik nou eigenlijk gaan doen. Ik heb nog even wat klagen over Quincy Promes. Want die was gisteren natuurlijk ook volop in het nieuws. Ja. De beste man is veroordeeld tot 1,5 jaar cel... voor het steken van zijn neef in de knie. Ik vind het echt diep triest dat deze jongen gewoon geen verantwoording neemt. Gewoon in Rusland blijft zitten... daar een beetje popiopie op zijn Instagram zitten doen. Een nummertje opneemt. Een club daar heet, een Shisha Lounge Club, waar hij ook als DJ speelt. Deze jongen heeft totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel. Hij heeft wel gezegd dat hij tijdens het hoger beroep... tenminste, hebben ze advocaten gezegd... dat hij tijdens het hoger beroep dat hij wel naar Nederland terugkomt. Ja, denk jij? Dat is wat die advocaten gezegd hebben. Ja, ik vraag het me af, maar goed.
Maar als dat inderdaad niet gebeurt, ja, kijk, ik denk dat Rusland op dit moment het enige veilige land voor hem is wat dat betreft. Want die gaan natuurlijk nooit op dit moment een normaal gesprek aan met Nederland. En hij is bezig met een Russisch paspoort. Ja. En, ja, en is Nederland, vraag of hij dat krijgt, hè? Ja, maar ja, Quincy Rusland... Promeski wordt het dan. Ja. Nee, maar wat ook nog zou kunnen zijn, want zijn contract loopt af volgend jaar bij Spartak. En wat ik begrepen heb, is dat er ook wel een beetje druk uitgeoefend gaat worden op Spartak. Als zijn contract daardoor niet verlengd wordt, dan heeft hij wel een probleem. Want dan kan hij daar waarschijnlijk niet blijven. Oh, zo, ja. Maar hij zei het wel, naar een andere Russische club kunnen, toch? Ja, dat zou misschien nog kunnen. Of met de miljoenen die hij heeft, ook van zijn levenactiviteiten, paspoort kopen. Hè? Ja, de publieke opinie in Rusland schijnt zich ook wel een beetje... Hij heeft wel heel veel fans daar, maar ook wel echt wel een groep... dit allemaal hier in Nederland ook volgt. En dat kan best nog wel gevolgen voor hem gaan hebben. Ook bij Spartak of andere clubs. Sen Mikael Barents visa översätt. Bereklad show Michael Barentse. De Michael Barentse Show Translate. We hebben ook onze gast van vandaag, die gaat meedoen. Ja, leuk. Ja, we willen het niveau even een klein beetje omhoog schroeven. Nou. niet de lat te hoog leggen, hoor. Ja, nee, ik denk dat jij deze wel gaat weten. Even een kleine tussenstand. 7-5. Ja, en jij staat nog automatisch. Ja, wij lopen erbij tot 0, maar... ik begin even onderaan. Ja, maar laten we deze dan voor 8 punten tellen. Als zij 8 punten? Ja, als zij wint. Ja, maar... Oh, als zij wint, ja. Palmen zijn bezweet. Knieën zwak. Armen zijn zwaar. Mama's spaghetti. Hij is nerveus. Maar aan de oppervlakte lijkt hij kalm. De tijd is om. Voorbij. Ga terug naar de realiteit. Oh, daar gaat de zwaartekracht. Ik weet niet wie de artiest is, maar... Nou, misschien iets... Nou, wat is het nummer? Misschien dat ik dan een artiest kan raken. Oh, he goes gravity, he goes... Ja. Ik weet niet eens hoe dat lied heet. Nog een keer. Mag ik een gok doen? Jazeker. Is het iets van Eminem of zo? Dat is zeker waar. Oh, echt? Okay. Alweer een winnaar. Eminem? Ik weet niet hoe dat lied heet eigenlijk. Lose Yourself. Oh, natuurlijk. Oh, en waar kwam het refrein? Dat was zwaartekracht. Nee, dat moet nog komen. Jongens, jullie zijn even op je plaats gezet. Ja, best wel. Maar ik wist de titel niet, hè? Dus een beetje half. Nou, maakt niet uit. Nee, maar je was al sneller dan wij normaal gesproken, hoor. Dus, ja, normaal duurt dit item 10 minuten. Oh, ja. Ook dit was je eerste keer, hè? Maar je bent zo goed in de allereerste keren. Ja, dus. En door. Goed. Ja, en dan staat er in de titel Summer Jam 2003. Dus ik ga er even vanuit dat dit nummer ondertussen al 20 jaar oud is. En ja, net in de studio bespreken wij even met z'n vieren. Wat deden wij eigenlijk 20 jaar geleden? Nou ja, Tessa die was heel erg enthousiast, want die was de dag erna jarig. Dus die was waarschijnlijk heel erg blij en enthousiast. John die liep rond in Hollywood. In Hollywood, ja. Maar wel de Hollywood in Rotterdam. In Rotterdam. Ja. En Ali, wat deed jij 20 jaar geleden? Ja. Ik weet niet eens meer wat ik gisteren heb gedaan. Het is tijd voor de vraag van vandaag. Een mooie vraag voor Ali. Let even op voor de camera. Een mooie swipe. Nou. Wat is de stomste manier waarop jij ooit gewond bent geraakt? Ja. Hij deed het gelijk. Ja, en dat was ook volgens mij 20 jaar geleden. Oh ja, deze weet je. Deze wat maar ik weet op, denk ik al wat ik ga vertellen. Ik fietste uit school. Samen met Michael. Fietsen we samen uit school. En Michael die had het prachtige idee. Kun jij met je rechterhand je linker stuurpas vastpakken? Ja, en andersom. Echt iets voor Michael. Ja. Dus ik heel stoer. Ja, dat kan ik. Nou ja, je raadt het al. Ik deed het en ik vloog over de kop. En Michael nog over mij heen. Nee. Nou, we raakten wel echt heel lelijk gewond. Ja, ik heb precies hetzelfde een keer met een vriendin gedaan. En toen heeft zij haar arm gebroken. Oh, echt? Kom ik er nog goed vanaf? Ja, waar gaan jouw haren? Welke haren? Nee, volgende vraag. John heeft waar gaan jouw haren recht van omhoog staan? Oeh, jeetje. Als je haren zou hebben. Als ik haren zou hebben, ja. Even voor testen, voor John is dit ook gelijk antwoorden. Ja. Dat duurt altijd alleen eventjes. Ja, maar is dit dan weer voor een vraag, joh? Laat ik een vraag stellen. Nee, ja, slaap jij ook met je pet op? Nee, thuis heb ik hem echt niet op. Nee, heeft hij slaapmuts. Ja, precies. Zo'n rode, met een wit dingetje erop. Maar wees eerst dan een vraag? Nee. Hij heeft ondertussen tijd gehad om na te denken. Ik heb even kunnen nadenken. Waar ik echt een schurft hekel aan heb, is aan liegen.
Aan liegen? Ja, vind ik echt verschrikkelijk als mensen liegen. Ja, daar kan ik echt niet tegen. Slaap je dan met je pet in bed of niet? Eerlijk? Nee. Heel eerlijk, nee, echt niet. Nee, en John die ging net Tessa ophalen bij het station. Ja. Alleen ja, ze hadden geen gesprekstof. Dus nou, John, wij hadden John die moest even swipen. Voor waren we er al bij de studio. Maar goed, ik ga even swipen. Ja, doe dat. Maar ze waren er toen ook niet op date. Nee, dat is waar. Ja. Ik moet nog naar huis, hè. Ja, en je mag niet liegen, dus. Ook niet. Welke film zou je elke dag opnieuw kunnen kijken en waarom? Een film die ik altijd opnieuw kan kijken, dat is heel cliché, maar dan The Holiday. Want dat is echt zo'n kerststil. Oh, ja. Ja, dat is echt heel erg. Die staat bij ons ook, ieder jaar staat die aan. Dat is niet voor mij. Dan gaan ze van huis wisselen. Ja, dat kan je nu vast niet. En komt er nog een muziekclip van Schaduw? Nou, wie weet, hè? Ja. Heb je iets anders om opnieuw te kijken? Ja, nou, nee, Mike hoort zichzelf heel graag. Toch? Misschien zie jij jezelf heel graag. Ja, ik vind het fantastisch dat iedere keer als de jingle voorbij komt, de Michael Barendse show. Ja, dan heeft hij even zo'n moment van yes, ik heb iets bereikt. Even een boost. Ja. Ja. Als je beroemd zou zijn, wat zou je dan doen en wat zou je artiestennaam zijn? Ja, wat zou je dat is een hele mooie iets vraag. Met een show, ja, dit is wel. Dit gaat nu eens even weten aanspreken. Nee, ja, ik heb natuurlijk al meerdere artiestennamen. Ja, precies. Dus, ja, het is een beetje onder welke artiestennaam ik dan bekend word. Maar daar ga je dan mee verder. Maar wat ik zou doen, ik zou juist vooral gewoon doorgaan met muziek maken dan. Ja, onder welke artiestennaam? Onder, onder welke artiestennaam? Ja, dat willen we weten. Ja, het laatste project waar ik mee ben begonnen en wat nu aan het wel een beetje aan de gang is, dat is Lazy People. Dus nou ja, ik hoop dat we daar wel... Ja, tuurlijk, waarom niet? Maar je maakt muziek dan de dance muziek? Ja. Onder Lazy People? Ja, ik ben wel lui. Dat doe je niet alleen? Nee. Lazy People is een duo. En kunnen we dat dan ergens luisteren ook of zo? Of? Ja, nou, we komen wel eens voorbij op de radio. maar niet te vaak, want dan krijgen we de zenderbaas weer op mijn dak. en ook op Spotify natuurlijk. Maar ondertussen, hoe zullen we het eigenlijk noemen? Onze roddeltante. Roddeltante? Die heeft weer een week lang geluisterd. Nee, gaan we van Koning Juice naar roddeltante? Wat zeg je nou? Ja, ik weet niet, ik vind roddeltante eigenlijk toch wel beter bij je passen dan Koning Juice. Oh, oké. Okay. Maar de jingle is nog niet aangepast, dus bij deze gewoon Juice met Ali. De Michael Barendse Show, Juice met Ali. Ja, lekker rollen met onze tante. Ja, maar even een vraagje aan jullie als artiesten. Krijgen jullie wel eens kleding gesponsord? Nee, zo groot, zo snel gaat het niet. Maar wil je dat eventueel als bedrijf zijn? Dan kan je even een mail sturen naar het management van Tessa. Dat is Tessa Tune Official. Juist. Nee, en voor Lazy People eigenlijk ook niet, hoor. Nee. Maar Treintje Oosthuis dus wel. En ze houdt eens in de zoveel tijd een closet sale. En wat blijkt, ze verkoopt gewoon gesponsorde kleding. Oh. Gewoon, en daar is een bedrijf, ik mag kledingwinkel niet noemen, die is er heel blij mee. Dus, maar die stuurt een partij stof naar haar. Ja, en zij verkoopt het gewoon door. Gewoon gratis spullen. Ja, dat is niet netjes, denk ik. Nee, dat vind ik ook niet netjes. Nee. Maar dat heb je toch gewoon ook niet nodig als Treintje Oosterhuis? Nee, maar misschien weet zij het ook gewoon niet meer. Weet ze het gewoon niet meer? Als ze niet meer weet dat van die bedrijven. Alsof artiesten überhaupt nog kleding kopen. Dat moet wel, want anders kan ze helemaal niks verkopen. Nee, maar ja. En in Treintje de Maat, dat is ook niet altijd... Ze is onwijs afgevallen, hè? Ja? Ja. Het is geen trein meer, het is nu een... Treintje. Het is nu een tram. Ja, trammetje. Het is een trammetje, inderdaad. Okay, ja. Mijn grote vriendin Yvonne is zwanger. Ja, dat heb ik ook gewoon van jou? Nou, niet van mij. Nee. Oh, nee, jij moet een grote vriendin. Maar mijn grote vriendin Yvonne is zwanger. En ze is lekker op vakantie geweest. Is ze zwanger geworden? Daar is ze niet zwanger geworden. Oh. Hij heeft haar buik laten zien. Dat is logisch. Ja, daar doe je dan je bikini aan. Ja. Nou, dat wil ik nog even noemen. Gefeliciteerd, Yvonne. Nou, daar is ze vast dankbaar voor. Denk ik. Zeker. Ik wacht tot de stem van boven het zei. Dankjewel, Ali. Maar we hebben ook John. Als jullie mij nog in Astoris zien, dan weten jullie waar het door komt. Ik heb je hier gefeliciteerd. Oh ja, daarom. Ja, niet omdat jij... De vader bent of zo. Nee, oké. Jongens, hou nou gewoon op. Ik heb gewoon een vriendin thuis zitten die ook niet aan het luisteren is. Het is maar goed dat je dat erbij zegt, inderdaad, hè.